En ik denk heel veel dingen positief zijn geweest. Maar hij moet ook wel eerlijk zijn dat er natuurlijk nog heel veel tijd nodig is om alles in elkaar te passen. En dat we zeker nog niet het huis is nog steeds niet afgebouwd. Dennis de Kloeze, dit was een unieke transferzomer voor Feyenoord. En dan druk ik het als een understatement uit, denk ik. Ja, we zijn natuurlijk een paar maanden ongelooflijk druk geweest. Heel trots op een aantal zaken natuurlijk van de afgelopen maanden. Ook heel veel werk moeten verrichten met heel veel mensen binnen de club om dat tot een goed eind te brengen. In ieder geval de club er beter voor te zetten dan een paar maanden geleden. Voor enorme bedragen verkocht, enorme mooie bedragen. Kun je nog hier onderstrepen hoe belangrijk dat is ook op de lange termijn voor Feyenoord? Nou, ik denk sowieso het feit dat we ons in de internationale transfermarkt bewegen met spelers die in de belangstelling staan, die niet weggegaan zijn. En met spelers die echt waarde voor de club hebben opgeleverd en waar natuurlijk sowieso de club op in een wat stabielere financiële situatie komt. Ja, dat is heel belangrijk geweest. Ik denk dat het met elkaar meewerkt. Dat je als mensen zien dat ze naar buiten toe, dat we spelers aan Benfica, Manchester United, Leeds United kunnen verkopen. Dat geeft natuurlijk ook aan dat voor andere clubs het ook heel interessant is om bij Feyenoord goed in de gaten te houden wat de ontwikkelingen zijn. De spelers die niet. Het feit dat spelers weggegaan zijn, geld naar binnen gekomen is. Maar met ook een goed scoutingsapparaat, met veel communicatie, met technische vlak, met technische staf. Jonge jongens met veel potentie naar binnen hebben kunnen halen ook. Dat hopen we en dat een wat meer constante factor wordt. Dat we hier op geregeld met goed voetbal en aansprekend voetbal spelers ook kunnen verkopen. En niet uit het oog te verliezen dat we natuurlijk ook ambities hebben en resultaten moeten halen. Ja, want er zijn natuurlijk ook veel spelers voor teruggekomen. Ja. Als je de balans opmaakt vandaag, ben je dan tevreden? Niet alles is uiteraard gelukt wat jullie wilden, maar veel ook wel. Ja, dat is moeilijk om te zeggen, want we hebben natuurlijk een aantal spelers verkocht. Sowieso de bekende gevallen van Marcos, Sinistera, Malasia en Frederik. Maar Brian Lins is weggegaan. We hebben een aantal spelers waar ook de huurperiode is afgelopen, die een grote impact hadden op het vorige seizoen. Om maar spelers te noemen als Guus Til, Cyril Dessers. Dat maakt het natuurlijk wel moeilijk als er heel veel basisspelers weggaan. En om dan spelers terug te halen en dan met de verwachtingen en natuurlijk de druk die op de club ligt, wat ook heel terecht is. Maar daar moeten we wel een beetje de tijd voor nemen om die jongens die binnengekomen zijn en iedereen daar een beetje de ruimte in geven om die puzzelstukjes weer in elkaar te draaien en op een fysiek niveau te komen. Dat we zo'n druk programma als we krijgen in de aankomende maanden tot een goed einde kunnen brengen. Ik denk dat we heel trots mogen zijn op de spelers die weggegaan zijn. Want daar hebben heel veel mensen hebben daar heel veel energie in gestoken. Daar is destijds heel goed op ingekocht. Daar is fantastisch mee gewerkt. Heel veel mensen verdienen daar ook al het krediet voor, vind ik. En ik moet eerlijk zeggen, met heel veel, met heel veel werk en natuurlijk met de beste intenties hebben we nieuwe spelers gehaald. Waar we hopen in de toekomst eigenlijk iets soortgelijks mee te kunnen doen. En dat er steeds weer waarde voor Feyenoord gecreëerd wordt. En dat vliegwiel dan toch wel een beetje in gang gezet is. Eén naam die je noemt van de vertrokken spelers is die van Frederik Uysnes. Ja. Daar is niet echt een vervanger voor teruggehaald, 1-op-1 voor die nummer 6 positie. Is dat het enige smetje op dit window? Ja, ik denk dat er sowieso, als je natuurlijk de hele transferperiode analyseert, er zijn er altijd dingen die je beter kan doen. En je moet ook heel kritisch altijd op jezelf blijven. Je moet altijd goed analyseren en kijken waar dingen beter kunnen gedaan worden. Aan de andere kant denk ik dat we ook binnen het elftal capaciteit hebben om die positie op een goede manier op te lossen. Door spelers om misschien in een andere positie te zetten. Door jonge jongens de kans te geven. Door toch te werken met spelers in een bepaalde formatie. Dan begeef ik me een beetje op het technische vlak, wat natuurlijk voor Arne zijn specialiteit is. En daar wil ik niet al te veel over zeggen. We zijn wel, zoals iedereen weet, ook heel actief bezig geweest met een aantal kandidaten om hier naartoe te halen. En dat geeft ook wel weer de verplichting om in de aankomende maanden gewoon goed door te gaan met de scouting. Goed door te gaan met het technisch beleid. En dan eventueel in de winter of in de volgend jaar zomer dan wel toe te kunnen slaan. Dit is sowieso een lange periode geweest sinds dat we de finale gespeeld hebben in Tirana tot aan vandaag, waar heel veel gebeurd is. En ik denk heel veel dingen positief zijn geweest. Maar hij moet ook wel eerlijk zijn dat er natuurlijk nog heel veel tijd nodig is om alles in elkaar te passen. En dat we zeker nog niet, het huis is nog steeds niet afgebouwd.
Er is meer binnengekomen ook dan uitgegeven deze zomer. Dat is een mooi gegeven. Wat gaat er beleidsmatig met dat geld doen? Want er is ook voor gekozen om niet alles opnieuw in de selectie te investeren, omdat er nog meer dingen aangepakt moeten worden. Wat kun je daarover vertellen? Ja, nou, ten eerste is het natuurlijk altijd een beetje een kwestie van hoe je die bedragen bekijkt. Want wat er binnenkomt en wat er uiteindelijk netto overblijft na alle afdrachten en verplichtingen die zijn aangegaan richting spelers, makelaars, clubs, vorige clubs, solidariteit en de regels binnen het voetbal. Wat op een hele marktconforme manier gedaan is. Maar het netto bedrag is natuurlijk. En ik moet zeggen, binnen de club is er heel veel steun geweest om daarvoor herinvestering te doen. Daar zijn we ook bijzonder dankbaar voor. Maar we hebben natuurlijk onze interne verplichtingen. En er zijn natuurlijk heel veel andere dossiers waar natuurlijk ook goed naar gekeken moet worden. Ik denk dat het wel ook voor de club als fijner dat we in een bepaalde richting en dat technische verhaal en als we voetbal als prioriteit houden. Om door te kunnen investeren in een jeugdopleiding, door te investeren in een onder 21 elftal, door te kunnen investeren in een scouting en in ons technische beleid. Dat zeker naar de toekomst heel veel waarde ook weer gaat opleveren. Wordt er van dit geld ook gebruik gemaakt om bijvoorbeeld weer een stap te maken met de aandelenuitkoop van de vrienden van Feyenoord, waar in het verleden ook een aanzet toe is gedaan? Nou, we hebben een hele duidelijke verplichting en een duidelijke overeenkomst met de vrienden van Feyenoord. We hebben ook in de laatste paar weken daar hele goede gesprekken en er zijn ook wat goede momenten gehad waar we wat dichter bij elkaar zijn gekomen. En daar gaan we zeker in de aankomende periode goed naar kijken. Maar die afspraken die daar liggen, die worden natuurlijk nagekomen. Ja. Misschien wel het allerbelangrijkste, maar dan ga ik op het persoonlijk vlak met jou praten. Want ja, jij moet een tropenzomer hebben gehad na de situatie met Frank Arnes, de taken die jij er ook bij pakt. Hoe heb je dat gedaan? Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, het verhaal van Frank, dat is eigenlijk vanuit menselijk oogpunt is dat heel logisch. En het welzijn en de gezondheid van iemand, dat is altijd prioriteit. Als collega, als club, als werkgever. Dus daar hoeven we niet even over te discussiëren. Ik moet eerlijk zeggen, de steun van Frank richting de club en de relatie is bijzonder goed. En ik denk dat ik niet alleen ik, maar ook heel veel andere mensen binnen de club extra uren hebben gemaakt om dit tot een goed eind te laten kunnen. Of in ieder geval op waarde geschat goed eind. Dit is een lange periode geweest, zoals ik zeg vanaf mei. Maar er speelde natuurlijk al heel veel interesse voor spelers voor die tijd. Er is ook heel veel energie gestoken in het scouten van spelers, anticiperen op eventuele markt. Je weet ook niet hoe die markt loopt, dat zien we nu nog steeds. Na de coronacrisis is natuurlijk alles is een beetje anders in de wereld. En dat zie je nu ook in de transfermarkt ook al een beetje. En om daar je weg in te vinden, soms een uitdaging, maar wel ook heel erg mooi. Dus ik kan niet ontkennen dat het heel erg druk is geweest. Ik kan niet ontkennen dat het de zomer en het mooie weer en de vakantie een beetje in het water zijn gevallen. Maar aan de andere kant is het wel meer dan de moeite waard geweest. En zoals ik zei, ik sta hier voor het belang van Feyenoord. Dus als het nodig is dat ik ergens mijn steun aan geef of ergens mijn ervaring op toepas, dan doe ik dat. Ik vind het prijzenswaardig waar je antwoord mee begint, hè, op menselijk vlak en mensen die extra uren maken. Het lijkt me wel iets, denk ik meteen, voor de lange termijn, dat het niet een situatie is bij een professionele organisatie als Feyenoord, die wenselijk is, toch? Nee, dat is natuurlijk geen beleid. Dit is het anticiperen en het inspelen op zaken die gebeuren en die misschien anders ingeschat waren. Dus dat is niet een beleid. Nou gaan we ons eens na deze transferperiode gaan we ons even bezinnen op wat we nou goed gedaan hebben, wat we niet goed gedaan hebben, wat we beter kunnen doen. Dat goed documenteren en intern bespreken. En dan gaan we eens even kijken hoe we daar de aankomende periodes en de aankomende op langere termijn daar goed in kunnen varen. Net zoals ik zeg, dat de club er goed voor blijft staan en dat het ook het succes en de waarde van de spelers gegarandeerd blijft. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een paar maanden geleden geroepen dat prioriteit bij het voetbal ligt. Dat is een voetbalclub en dat wil ik ook wel zo graag houden. Maar klopt het dat binnen dat bezinnen, zoals jij het noemt, dat daarbij echt wordt overwogen en bekeken om de organisatiestructuur aan te passen? Dus is er een technisch directeur nodig of kan dat met een technisch manager met een ander soort taakverdeling? Wordt het zo breed onder de loep genomen? Nou, ik denk dat we veel positieve zaken hier naar boven kunnen brengen. En daar heeft natuurlijk de laatste jaren Feyenoord ongelooflijk goede stappen gemaakt. De jeugdopleiding is daar is gemoderniseerd, laat ik het zo zeggen. Daar zijn veel aanpassingen geweest die denk ik heel erg goed zijn geweest.
dat zullen we zeker in de aankomende jaren zien dat daar de vruchten van geplukt kunnen worden. We hebben natuurlijk een scoutingsapparaat wat neergezet is door Frank en wat heel erg hard gewerkt heeft en gefunctioneerd. En niet alleen deze transferperiode, maar ook vorig jaar in de transferperiode met het voorbeeld van Frederik Ouders natuurlijk als uitspringer een fantastisch verhaal is. Dus binnen het technisch verhaal is in de afgelopen jaren zijn heel veel positieve dingen gedaan. Een aanstelling van de trainer. Ik ben er ook heel blij en heel trots op dat we Arne langer aan ons hebben kunnen binden. Sorry. En nu gaan we eens, net wat ik zei, nu gaan we eens even kijken als het stof naar beneden komt en de rust weer een beetje in de aankomende uren, dagen bij elkaar komt. Daar zijn we sowieso heel trots op wat er gebeurd is in de afgelopen periode. Ook heel erg bewust van de moeilijkheden die er nog zijn en van de aanpassingsperiode die we nog moeten hebben. Heel veel dingen die we natuurlijk beter moeten doen. Dat moeten we analyseren hoe we dat beter kunnen doen. En als er binnen de organisatie de noodzaak is om dingen aan te passen, dat de club daar beter van kan worden en dat we daar sterker voor kan worden en dat we daar continuïteit mee kunnen garanderen, dan doen we dat. Ja, dus eigenlijk kort gezegd, ja, ook dat is een optie om dat eventueel aan te passen binnen het organogram. Ik denk dat je dagelijks moet kijken waar je beter kan worden. En dagelijks moet je kijken hoe je dingen kunnen aanpassen en in een betere vaarwater kan krijgen. En dat is ook een van mijn taken. En als algemeen directeur ben ik daar natuurlijk uiteindelijk verantwoordelijk voor om het beleid aan te geven. Nou is dit deze transferperiode is natuurlijk uniek. Ook heel mooi om mee te maken. Heeft ook natuurlijk moeilijke dingen met zich meegebracht. Maar dit is iets wat natuurlijk voor de club in de toekomst op een manier gedaan moet worden. Dat er natuurlijk wat meer stabiele, wat meer continuïteit in kan komen. Ja.